In die wereld van brieven is daar een bekende aanhaling waarnaar daar gereeld verwijs word. Het is een sering wat min of meer so gaan. Jammer dat ik zo lang brief moest stuur, maar ek het genoeg tijd tot mijn beskikking gehad om het korter te maken. Aan wie hierdie pittigheid toegeschreven moet worden is moeilijk om vast te stellen en daarvoor het ek ook nie nou tyd nie. Dit lyk wel alsof een geskrif van Blaise Pascal in Frans een van die eerste dokumente is waarin het vastgevang is. Pascal was een veelzijdige persoon. Wanneer eenhede van druk als Pascal uitgedrukt wordt, verwijs het na hom. Hy was goed in wiskunde. Hy het ook groot invloed gehad met zijn filosofische denken, vooral voor die idee van Pascal's wetenskap. Ek het echter ook nie nou genoeg tijd om daar weer uit te brein nie. Al wat ik wil zeggen is dat tijd op die oomblik min is, maar dat ik eindelijk vir daardie rede liever min wil zeggen ook. Juist omdat ik weet dat ik eindelijk te veel wil zeggen. Het ek het nou recht, Pascal? Ek is onder druk. Dalk is hier niet zozeer een brief nie, maar eerder een telegram. Nie die app nie. Die kort boodskappen wat in morsekode met de telegraaf gestuur word. Ek het eindelijk ook nie nou genoeg tijd om meer daar te sê nie. Ek weet net dat een van die couranten in binnenlanders ook die telegraaf is. Misschien kan ik ook net sê dat ik vanochtend gewonder het hoekom die beter werk voor sommige dorpen zijn name as ander. Al staan het nie so op naamboordjies of kaarten nie. Ek vermoed het te doen met dorpen of plekken waarvan die name soos voorwerpen klink. Die Parel, die Strand en die Kaap. Die Prins Albert werk nie, want dan denk je iemand praat van die prins met die naam Albert. Dis eigenlijk so met die strand ook. Kan een mens sê dat jy die hele tyd op die strand is, in die strand, selfs al is jy nie eindelijk op die strand nie. My vriend Iver kom van die gaaikie af. Het is baie keer so dat die plek sy bynaam eerder werk met die vooraan. Soos die baai, wat my herinner daaraan dat ek eindelijk nou baai moet sê. Maar in hierdie haastige oomblik kan ek nie nou dink aan enige plekke in die binnenland met die vooraan nie. Kan jy? Baai.